Of ik kom net op zolder bij mijn stelling en ik denk, hé, wat klopt hier niet? Alle lampen zouden ingeschakeld moeten zijn. En onderin ligt een AliExpress LED-verlichting, die doet het prima. In het midden, dat is gewoon een TL-balk. En de kweekbakken bovenin, hé, eens even van dichterbij bekijken. Oei, 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 ze branden wel, maar zeer zwak. Zie je dat? Wat ik nu ga doen om te kijken of hij daadwerkelijk kapot is, want hij brandt dus nog heel lichtjes, is ik ga de adapter van de LED-lamp die ik hier onderin in mijn stelling heb, wat exact dezelfde lamp is, die ga ik even aansluiten op de lamp hierboven. Kijken of hij het dan wel doet. Ik hoop het wel. Tuurlijk was het maar iets van 36 euro wat ik heb betaald voor die lampen. Maar toch, je hebt er geen garantie op. Dus we gaan het eens even kijken. En duimen dat hij het nog doet. Oeh. En er is licht. Dus het ligt aan de adapter. Nog steeds kloten, maar niks aan te doen. Even een nieuw adaptertje scoren en we zijn weer klaar. Zoals jullie kunnen zien, doen alle, ik zal het laten zien, ik weet niet of het te doen is. Alle ledjes in deze lamp die doen het netjes nog. Maar blijkbaar is de adapter dus overleden. Dat is wel even een belangrijke update als je het mij vraagt. Die lamp hieronder, die nu overigens uit is natuurlijk, omdat mijn adapter op de andere lamp zit. Die doet het nog prima ook. Hetzelfde verhaal, alle ledjes doen het nog, alleen de adapter werkt ook nog. Zoals beloofd zou ik jullie ook nog even laten zien hoe mijn planten het doen onder de AliExpress LED-verlichting. Zoals je in deze bak kan zien, bij de Black Sakura's, doet het levermos het prima. De bolbietes hierachter, die doet het perfect, die is echt flink gegroeid. De Java-varen, die doet het ook, alleen wat je nu ziet is een oud blad, die doet ook prima. Dus deze low-light planten doen het er in ieder geval prima onder. De naam van deze plant moet ik je even schuldig blijven, maar die doen het ook goed. Die maken veel nieuwe bladeren aan onder het licht. Dan heb ik hier, let vooral niet op de algen, heb ik nog een Anubias staan. Die maakt ook regelmatig nieuw blad aan onder het licht. En bij mijn vuurgarnalen zie je ook het levermos. Wat prima groeit. En daar de andere beplanting. Die het in principe ook prima doet. En de ene kroos groeit er als een gek op. Dus lowlight planten doen het er prima op. Ik voeg hier verder helemaal geen voedingsstoffen of iets dergelijks toe. Dus ja, vooralsnog lijken deze lampen prima planten te groeien.